Oké, Daisy, vertel me wie je bent en vertel me over de goeroespagaat. Zo noem ik hem gewoon even. De goeroespagaat van de zelfontwikkeling. De goeroespagaat is heel erg actief in mijn leven. Ik ben Daisy, ik ben 33 jaar. Ik ben moeder van Isaiah, een heel lief schattig klein jongetje. En Isaiah is bijna 2. En toen hij net 4 maanden was, toen was hij heel erg ziek geworden. Heel erg ziek. Ik was net moeder, het was voor het eerst. Dus ik zag gewoon, oh lief klein schattig kindje, dat is het enige wat ik zag. Af en toe gaf hij over, maar weet je, alles is oké, soort van. En toch hadden mijn man en ik zoiets van, ja, dit klopt niet. Dus we zijn iets van 4 of 5 keer naar de huisarts geweest. En op een gegeven moment werd we doorverwezen naar de kinderarts. En hebben ze bloed geprikt, allerlei metingen gedaan. Nou, jullie mogen naar huis en dan horen jullie maandag wel hoe het loopt. Ja, we waren nog niet eens thuis. Ik was nog borstvoeding aan het geven. En toen zei ze ook van, ja, weet je, doe maar even niet. Dus ik kwam thuis, ik zeg tegen mijn man, ik ga een borreltje nemen, want ik hoef even geen borstvoeding te geven. Dus ik had echt zoiets van, nou oké, weet je, relax, we hebben nu wat meer onderzoek en dan horen ze het wel. Nou, voordat ik mijn borreltje af had, ik heb hem niet opgedronken, werden we teruggebeld door het ziekenhuis. Dat was heel ernstig, we moesten meteen terug. Nou, dat was best heftig. Toen gingen we terug en de arts die dus Isaiah zag, die zat echt naar dat kind te kijken en haar chart. En zegt, dit jongetje kan niet dit jongetje zijn, want het jongetje wat hier staat volgens de gegevens is doodziek. En wat ik hier zie is een heel schattig, sterk jongetje vooral. Ze zag een sterk jongen. En later besefte ik dat hij dat van mij heeft. Ik ben al sinds kind, wil ik me altijd... Nee, niet wil. Moest ik me altijd sterk houden, vooral emotioneel. Ik moest me altijd staande houden, ik moest voor mezelf zorgen en ik ben altijd de sterke geweest. En wat ik door Isaiah ben gaan beseffen is dat sterk zijn je dood kan worden. Want als wij niet op onze intuïtie waren afgegaan, dan hadden we niet aan hem kunnen zien dat hij aan het lijden was. En dat is iets waar ik nu zelf tegenaan loop in mijn leven. Ik ben de positiviteitsguru. Als je iets wilt, moet je ervoor gaan. Je kansen zien, je positief denken, kom op, kop eronder, schouders eronder. Ik kom uit Rotterdam, niet lullen, maar poetsen. En wat ik nu merk is dat er ook een klein meisje in mij zit en die wil gewoon huilen, maar dat kan ze niet. En ze wil er gewoon zijn en ze wil er toedoen. En wat ik vooral merk dat ik als positiviteitsgoede nu wil is, ben ik ook oké als ik verdrietig ben? Ben ik ook oké als ik het niet weet? Ben ik ook oké als ik gewoon thuis heel stil een beetje wil bladeren en met mijn gezin wil zijn, met Isaiah wil zijn, die er gelukkig nog wel is, ben ik dan ook oké. En dat is echt een enorme spagaat waarin ik zit, want ik ben echt een powervrouw, dat durf ik zeker te zeggen. Maar soms durf ik hem niet te laten zien, of vaak laat ik hem niet zien, omdat ik denk, als ik alleen maar power ben, mag ik niet meer de zachte, kwetsbare Daisy zijn. En die verdient ook een geluk in.